Hallo Big Legion en welkom bij de meest standaard challenge in Call of Duty Zombies. De Spawn Room Challenge. We gaan proberen te overleven in de Spawn Room, zoals de challenge namelijk al zegt. Niet super spannend. En wauw, wat de fuck is dat voor intro? De hel, jongen. Maar ja, ik moet dus overleven hier in de Spawn Room. Moet te doen zijn, lijkt mij. Ik pak denk ik de golfclub voor eerst. Maar niet. We wisselen wel een beetje met wapens. Gewoon om het wat leuker en interessanter te houden. Daarnaast kan ik boven nog een wapen kopen. Dat is de M1. De bedoeling is ook dat ik die ga kopen. Want ik heb wederom de Wallpacker Punch Fade of Fortune card bij mij. En ik hoop dat die werkt. Maar ja, we zullen zien. De vorige keer werkte die namelijk niet. Maar sowieso, de perk-katen zijn een beetje... Of de Fate and Fortune-katen zijn een beetje glitchy. Die werken niet altijd even lekker. Dus ja, we zullen zien of het wel of niet werkt. Dan wil ik in ieder geval dus dat wapen gewoon daadwerkelijk kopen. En voor de rest hebben we dan altijd nog een slagwapen. En ja, we zullen vanzelf zien hoe lang het gaat overleven. Ik denk toch wel in de... rond de 12 rondes, denk ik. Vooral omdat dit een one-hit kill wapen is. Bij ronde 12 is het volgens mij 2-hit. Dus daar moeten we dan even op letten. Maar daarvoor heb ik nog een paar interessante Fade and Fortune kaarten die mij kunnen helpen met melee attacks. Zo heb ik tenminste een beetje ingedeeld. Alleen maar handig. En we blijven gewoon nog even doorslaan met de golfclub. Niet het mooiste wapen naar mijn mening. Maar wel leuk om af en toe te gebruiken. En ik complete de challenges mee, waardoor ik wel level. Niet dat het super belangrijk is, maar... You get the point. Moet toch iets doen, hè? En voor de rest, weet je voor je kaart, ik kan zo even laten zien. Is dus get packed, next wall weapon purchase. Dit is niet echt wall weapon, dat is het probleem. Het is al een wapen wat je koopt in de map. Dus dat is een beetje het moeilijke daarbij. Voor de rest, sniper rifle hits are always crit hits. Nou, dat is... De M1 is in de game een echte sniper rifle. Ondanks dat je geen sniper scope hebt en dat niet als sniper rifle staat, zeg maar. Heeft hij dus wel altijd crit hits. Dus dat is een hele fijne om te hebben. Nou, melee damage will instantly kill the enemy. Dat is juist handiger voor boven de ronde 12 dus. Om het lang vol te houden. Nou, scorching skin als extra beveiliging. Volgens enemies mij hitten. En dan eventueel nog static shocks erbij. Met electricity shit. Dus dat lijkt me allemaal wel handig om te hebben. En ik ga zo meteen... Denk eerst even de Wallpacker Punch dingen pakken, die kaart. In de hoop dat het werkt. En dan zien we daarna wel verder. We moeten natuurlijk wel even ja, de Fade and Fortune meter vol krijgen. Voordat ik daadwerkelijk het wapen ga kopen. Geen idee wat ik daar... Oh, ik heb er die pouch op. Geen idee wat ik daar heb opgepakt. Maar... Ik weet het nu. Even verder met die golfclub. Nog zombie. Ja. En dan. Ga ik even gauw Quick Revive kopen. Dat mag natuurlijk wel. Dat is in de spawn room. Dus. Up and Adam. De Yetis gaan nog interessant worden. Denk ik. En ik speel nog heel veel door met de golfclub. Totdat ik de 50 kills heb. Is volgens mij. Dan hebben we weer een nieuwe... Challenge XP level ding is bereikt. Daar hebben we het. Klaar. Dan gaan we nu... Oh, even doorlopen. Oh, fuck. Speel nog even door met de... Golfclub, dank u. Ik wil nou met de double-sided... Of two-headed. Sorry, two-headed axe. Dat ding is echt ziek. Het is wel traag, maar ziet er ook zo ziek uit. Het is echt awesome. En nog twee slagen, denk ik. Twee zombies. Yep. Oké. Okay. Hey, ook. Okay. Splitting wood. Get packed. Ik hoop echt dat hij nu werkt. Anders vind ik het wel een beetje jammer. En dan leveren we natuurlijk de golfclub in. Gaan we even naar boven. Dat is ammo clip. Daar heb ik niks aan. Please waste pack punched. Nope. Oké. Okay. Nou, die kaart die werkt dus niet op wapens in deze map. Wat heel lullig is. Maar ja, die werkt dus niet. Ik ben benieuwd wat die Yetis doen als je... Oké, dat dus. Holy fuck. Oh.
Fuck you. We moeten er vol in gaan voordat zij gaan springen. Maar zo zien die Yetis er dus uit in rave mode. Dat is wel cool. Heel erg cool. Als je reload, dan krijg je deze animatie voor de duidelijkheid. Het klinkt raar reloaden met een bijl, maar je snapt wat ik bedoel. Als je die actie doet. Eens even kijken. Zijn hier nog veetjes? Ergens. Moet die wel fairies zijn, lijkt me. De fairies zorgen er namelijk voor dat je langer in rave mode blijft. Wat wel cool is. En voor de rest moet ik nou dus even sparen totdat ik de crit hit kaart kan gebruiken. En dan weet ik zeker dat die M1 heel krachtig is. Want ja, tot nu toe is hij natuurlijk niet zo superkrachtig. En het idee was namelijk dat hij natuurlijk Packer Punch was. Ik kom even niet meer uit mijn woorden. Maar helaas, dat is het niet. Dus dat is een beetje spijtig. Fragonade, Semtex, er zit van alles in. In al die rugzakken. Maar niks echt bruikbaars. Ik heb het liefst de grasgranaten. Die werken echt super goed. Mijn aim werkt iets minder goed. Maar we hebben al wel Eagle Eye. Dus vanaf nu is de Sniper Rifle ons backup wapen. Waar ik super snel zombies mee kan killen. En ja, voor de rest hebben we niet zo heel veel te doen momenteel. Gewoon een beetje zombies neerknuppelen. Waarom niet? Vrij korte video qua dat ook. We zitten nu al in wave 7, dus... Het is heel lang meer duren. Zo gauw als dit ding niet meer one hit kill is, dan gaat het al heel stuk sneller. Dan kan ik het waarschijnlijk uithouden met de M1. En daarna hebben we echt een probleem. Helemaal omdat ik geen jug heb natuurlijk. Dus dat helpt ook niet. Het is wel handig om die challenge mee te doen. Die 100 kills challenge, zeg maar. Dat is toch 1000 XP per verschillend wapen, dus dat is zeker niet slecht. Als hij me dat zou hitten, zou ik echt een lul van. Maar... Het ding is best snel eigenlijk. Het beweegt allemaal sneller dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het een super traag wapen zou zijn, maar... Absoluut niet het geval. Het ziet er zo vet uit, jongen. Al die zombies hier neerrachen. Al die lichamen hier op de grond. Oh, mooie koprol. Netjes. Ja, netjes. Oh ja, dat is die zombie die beneden zit. Dan zeggen we, waar fuck komt de Galactica vandaan? Maar dat is die zombie die beneden zit. Een paar kaarten. Inmiddels weet ik trouwens ook al veel meer over de map. Ik weet hoe je die crossbows kunt krijgen. Hoe je ze kunt upgraden. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, zo net hebben jullie dan de eerste poging gezien. In ieder geval deel 2. Gisteren natuurlijk het eerste deel ervan. Maar ja, dat is echt de allereerste poging. Dus dat kun je niet alles weten, hè. Maar inmiddels, gelukkig, weet ik al heel wat meer over de map. De Easter Egg is ook al lang gecomplete. Binnen 6 uur, dus echt immens snel. Eigenlijk naar mijn mening wel te snel, maar ja. Kan niet altijd feest zijn. Er komt er een in mijn zij. We doen wel even Scorching Skin, voor het geval dat ik opeens gehit word. Dan gebeurt dat dus. En ammo clip heb ik niks mee te maken. Alhoewel, ik heb wel wat met ammo clip te maken. Volgens mij. Nee, ammunition already. Oh ja, we hadden al een paar keer max ammo. Never mind. Voor de rest, de bel. Het is geen goede manier om punten te krijgen. Dat heb je denk ik wel door. Normaal zou je veel meer punten hebben. Maar omdat jij de bijlen gebruikt en shit. Of nee, de machete of welke slagwapen. Krijg je maar heel weinig punten. En op zich vind ik dat jammer. Aan de andere kant snap ik het wel. Want anders kun je heel lang hierin gaan farmen. Zoals ik nou doe. Heel veel punten hebben en dan door de map heen rennen. Maar dat zou een beetje... Oh fuck, dat zou een beetje jammer zijn. Daar ging het wel down. Dat ging heel snel. Double swipe. Oké, dan gaan we hier naartoe. Zelf revive. Draaien we ons om. Zombies zijn weg. Dus dat is fijn. Even weer up and atoms kopen. Dat is echt het probleem van geen jug hebben hierbij. Je kunt echt heel snel genakt worden. Door een double swipe. Oké, waar zijn de zombies? Kom ze maar.
Ik had misschien moeten switchen naar mijn M1, maar... Het waren maar twee gewoon onschuldige zombies voor mijn gevoel. Bleek dus wel iets anders te zijn, maar... Wat nog? Oh. Komt er een in mijn rug. Dat is dus geen goede plek om te zitten. We gaan wel heel veel switchen... ...naar dat wapen. Die dus zeer effectief is. Zoals je ziet, dankzij die crit hit... Fate Imported card. Ik vraag me nog steeds af of zij kunnen slaan. Hij heeft exact dezelfde bel vast. Als wat ik heb. Dat is altijd nog iets wat ik me afvraag. Maar ik kill ze meestal te snel. Dus ik kan het niet meer zien. Beetje jammer. Goeiedag. Oh, nou ja. Ronde 10 is 2 hits, zoals je ziet. Dit gaat interessant worden. Zie. Uh-oh. Dan maar even switchen hier naartoe. Dan maar even met het wapen afmaken. Oh. Wauw. Wauw, wauw. Want net op dat moment door de ruit in flikkeren. Oeh, instakill. Oh, oké. Okay. Instakill. Switch. Oeh. Was ik nog maar net op tijd. Tikke noscope erbij. Goeiedag. En ik heb nou nog extra instakill kaap gepakt. Dus als ik nou weer zombies melee kill zometeen, dan is het een instakill. Wat hebben we vast? Een microfoon? Dat is nog helemaal niet opgevallen. Blijkbaar hebben we een microfoon vast. Semtech create, ammo clip. Ammo clip kunnen we nu wel gebruiken. Sentex. Nee, niet echt. Oh, hey, kijk wie daar is. Goeiedag. Is het handig om dat erop te gebruiken? Nee. Oh, die ene kaart is al voorbij. Ben jij one hit kill? Nope, oké. Okay. Duidelijk antwoord. Dan maar even op de trap kamperen. Ik neem aan dat hier geen Yeti spawnt in mijn rug. Anders ben ik de lul. Wat? Die Yeti's die staan... die staan glitsteer. Oh, fucking hell. Oké. Okay. De spawnen wel Yeti's boven. Tip. Note zelf. Holy fuck. Uit het niets wees tot er eentje links van mij. Ik dacht dat ze aan het glitchen waren. Dat ze niks meer konden. Beetje jammer. Oké. Okay. Laatste up in Adams. 10.000 punten. Dat dan wel weer. En ja, maakt niet uit welk wapen ik pak. Het is allemaal waardeloos. Ik pak wel een machete. Ziet er leuker uit. Ik veeg het mooi af. Dit was geen goede plek om te wezen, weet ik nog. Dan komen ze in je rug. Maar dat was alles. Kijk eens aan. Super goed bezig. Het maakt toch geen zak uit. Die 15 kogels. Max ammo. Boven is dus geen veilige plek. Ik had gehoopt van wel stiekem, maar... Blijkbaar niet. Hier kunnen we dus niet naar binnen, dat is logisch. Maar... Ja, daar springen blijkbaar zombies naar boven. Denk ik dan. Dus goed opletten. Ben benieuwd of de zombies nou wegkomen dan zo. Nee? Er komt niemand vanaf daar aan de zijkant? Oh ja, wel toch wel. Ik wou net zeggen. Dat zou zo easy zijn. Oeh. Oh. Wil jij even doodgaan, dank u. Oh fuck, mijn mijn Fate of Fortune kaart is op. Dat is minder fijn. Oh, dat is ook heel niet fijn. Oké. Nog een note zelf. Niet daar naar boven gaan, want dan ga je instant dood omdat er een zombie is. Fijn, heel erg fijn. Super chill. Oké, ik ben nou wel benieuwd als ik een melee ding doe. Op een zombie of dat gelijk al shock shit doet. Gaan we wel even repairen. Of rebuilden, beter gezegd. Waarom niet? Ik hoor de zombies al spawnen. Oh ja, verdomd. Dat werkt. Snel gewoon het kill dan? Ja, nice. Niet voor heel lang, want er zijn maar een paar kills, maar dan ben ik niet uit. Dat idee. Oh, nice. We moeten echt een groep hebben dan. En ik heb nog maar één slag. Dus dat ben ik heel lekker op tijd achtergekomen. En dat is echt een voordeel. We gaan hier zo dood.
Want die M1 is niet meer krachtig. Zoals je wellicht al ziet. Dus dat helpt niet, hè? En ja, ronde 12 hebben we gehaald. Dat is iets. Met heel veel fucking... quick revive dingen. Voor de rest kan ik er geen mee doen. Volgens mij, nope, you've had too many up and atoms. En ja, dit slagwapen is 2 hit kills. Maar ja, kun je zelf van nagaan. Dat wordt hem niet. Dag mevrouw. Korte challenge. Meer dan dit zit er niet in, denk ik. Misschien met meerdere mensen wel, omdat je dan met de M1 kunt afwisselen. Als je met 4 man boven staat bij die trap, zeg maar, dan moet het nog wel lukken, lijkt mij. Maar in dit geval, niet echt te doen. Maar alsnog hoop ik wel dat jullie het heel erg leuk vonden om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet zeker niet even te liken. En dan hoop ik weer te zien in de volgende video. Laters!